Ik ga het hebben over slaap. En er is niet echt woordenschat die ik ga meedelen op voorhand, behalve misschien een naam. Yuval Nir. Ik weet niet of ik dat correct uitspreek. Dat is een neurowetenschapper van de Tel Aviv Universiteit in Israël. Alright. Jullie denken misschien, beste collega's, dat jullie aan het luisteren zijn naar mijn uiteenzetting. Of dat jullie die aan het tolken zijn. Maar misschien zijn jullie eigenlijk wel aan het slapen. Of toch een beetje. Een beetje al. Want in de zogenaamd wakkere toestand kunnen sommige delen van ons brein toch in slaapmodus gaan. Ik zal het dus hebben over slaap vandaag. Een onderwerp dat mij uitermate interesseert. Ik heb er een aantal boeken over gelezen. Vooral dan over dromen. En meer bepaald lucide dromen. Maar goed, daar zal ik het nu niet over hebben. Ik zal het gewoon hebben over slaap. Want onlangs heb ik daar iets over bijgeleerd. En dat wilde ik graag met jullie delen. Dus zoals ik zei in mijn korte inleiding daarnet. Kan het zijn dat je wakker bent. Maar dat tegelijkertijd sommige delen van je hersenen al in slaapmodus gaan. En die gaan dan je gedrag verstoren. Dat ontdekte een neurowetenschapper, Yuval Nir, van de Tel Aviv Universiteit in Israël. Onze slaap bestaat eigenlijk uit een aaneenschakeling van cycli. Meestal een 4 tot 6 cycli, die dan telkens ook een aantal slaapstadia bevatten. Zoals eerst de lichte slaap, daarna de diepe slaapfases. En de remslaap, die kennen jullie ongetwijfeld wel. De rem, dat staat voor rapid eye movement. Dat wordt ook wel eens de droomslaap genoemd, omdat we dan heel veel dromen. En heel lang focuste al het slaaponderzoek op die verschillende stadia, op die verschillende cycli. En ook voor medische behandelingen baseerde men zich op het idee van ja, een soort geuniformiseerde breinactiviteit, laten we zeggen, tijdens het slapen. Dus die activiteit was voortdurend min of meer dezelfde. Nu, uit nieuw onderzoek blijkt dat het niet zo eenvoudig is. Dat er eigenlijk een veel ingewikkelder plaatje achter zit. Nu bestuderen neurowetenschappers op die manier verschillende golven van elektrische activiteit in het brein, meer bepaald in specifieke regio's in het brein. Zoals de hele trage golven van minder dan 1 hertz, die plaatsvinden in de niet-remslaap. En die trage golven, die zouden een invloed hebben op onze gezondheid. Veel meer dan we zouden denken. En ook veel meer dan de levendige breinactiviteit en de niet zo trage golven tijdens de remslaap. Deze onderzoeker, Yuval Nir, heeft samen met zijn team de niet-remslaap kunnen onderzoeken en de golven, dus de hele trage golven, kunnen vaststellen, kunnen capteren bij epilepsiepatiënten eigenlijk, want die hadden elektroden ingeplant gekregen om medische redenen. En op die manier konden ze de individuele neuronen bestuderen, de activiteit van die individuele neuronen, tijdens de slaap. En dat op lokaal niveau. En dat heeft allerlei nieuwe inzichten opgeleverd. En die onderzoeker Yuval Nir haalde onlangs nog het medische schrift, tijdschrift Nature Medicine, ik weet niet of jullie dat kennen, met onderzoek waarin hij dus aantoonde dat sommige delen van het brein, sommige lokale delen, ook in een wakkere toestand dergelijke trage golven kunnen vertonen. Dus eigenlijk in slaapmodus gaan. En die slaperigheid vertraagt dan de respons van individuele zenuwcellen, wat dan ons gedrag zal verstoren. Nu kunnen we ons afvragen waarom we eigenlijk slapen. Waarom slapen we überhaupt? Wel, dat weten we eigenlijk niet. De wetenschappers zijn daar nog niet aan uit. Maar er zijn wel een aantal theorieën. Ik zal er 3 opsommen. 1 theorie, dus de reden waarom we misschien slapen, is dat de slaap zou dienen om onze breinactiviteit te herstellen. Om grote moleculen in onze hersenen te synthetiseren en dan af te voeren, te lozen. Dus eigenlijk een soort onderhoud van de hersenen waarbij het afval wordt afgevoerd. Een andere theorie, een tweede, die heet de
adaptieve inactiviteitstheorie. Hè. Dus de theorie van de adaptieve inactiviteit. Een dure term eigenlijk om gewoon aan te duiden dat slapen in principe het beste is wat we kunnen doen als we niets anders te doen hebben. Het klinkt een beetje onnozel, maar ergens ja, lijkt het me wel te begrijpen, want als we kijken naar het dierenrijk, dan zien we dat leeuwen bijvoorbeeld 20 uur per dag slapen. Dat is niet niks, hè? Veel meer dan hun prooien. Stel dat je een leeuw bent en je hebt je al voortgeplant, je hebt voldoende gegeten. Waarom zou je dan nog energie verspillen door nog verder rond te lopen? Je kunt even goed gaan slapen. Dat is de tweede theorie. Een derde theorie dan weer, die zegt dat het brein eigenlijk letterlijk van de wereld moet kunnen ontkoppelen, 's nachts. Bij het slapen, om het leervermogen te ondersteunen, het geheugen te ondersteunen. Dus terwijl je overdag druk bezig bent met bepaalde informatie, die informatie te vergaren, te verwerken en te leren, tijdens dat proces kunnen de verbindingen tussen je zenuwcellen, de synaptische verbindingen zoals we die noemen, zich niet herstellen en reorganiseren. En dat moet dus 's nachts gebeuren, dat herstel. Een beetje zoals het defragmenteren van een harde schijf van je computer. Dan moet je ook alle andere toepassingen afsluiten. Dus dat is wat in principe volgens die derde theorie gebeurt met het brein. Maar goed, in die tweede theorie was er sprake... In de eerste theorie, sorry, was er sprake van leeuwen. Nee, het was toch de tweede theorie, sorry. Maar als we dan kijken naar andere dieren, zoals olifanten, dan zien we dat die maar 4 uur per dag slapen. En toch staan olifanten bekend als intelligente dieren. Dus dan kunnen we ons afvragen, hoe komt dat? Waarom varieert het aantal uren slaap zo sterk in de dierenwereld? Maar ook dat begrijpen we niet zo goed. Er is duidelijk nog heel veel dat we niet weten, hè, over slaap. We weten wel al dat het niet het aantal uren is dat je slaapt dat erg belangrijk is. Dat is een deel van het verhaal, maar niet per se het belangrijkste aspect van je slaap. Het is vooral hoe diep je slaapt en wat er precies gebeurt in de hersenen tijdens je slaap, wat echt belangrijk is. Stel nu dat je 3 dagen wakker blijft. Dan zul je daarna geen 24 uur slapen, het equivalent van 3 nachten slaap. Laten we zeggen 3 keer 8 uur. Nee. Wat er dan zal gebeuren, is iets anders. Je brein zal dat slaapgebrek compenseren door in diepere slaap te gaan, een veel intensere slaap dan gewoonlijk. Dus misschien hebben sommige dieren, zoals olifanten, evolutionair wel een diepere slaap ontwikkeld. Dat weten we dus niet. Ik zei het al, er zijn nog veel dingen die we niet weten. Wat we wel weten, is dat er heel veel factoren zijn die slaap kunnen beïnvloeden. Omgevingsfactoren bijvoorbeeld, zoals temperatuur, die kunnen een invloed hebben op onze slaap. Ook de inname van bepaalde geneesmiddelen, zoals angstremmers, antidepressiva. Want die angstremmers en depressiva en andere geneesmiddelen, die kunnen de remslaap verminderen met maar liefst 90%. En heel veel mensen nemen dergelijke geneesmiddelen in. Meer dan 20% van de westerse bevolking neemt dergelijke geneesmiddelen in. Dus de remslaap wordt eigenlijk tot een minimum beperkt van heel veel mensen. Daardoor concluderen sommige onderzoekers dat die remslaap misschien wel niet zo belangrijk is, eigenlijk. Niet zo belangrijk als sommige mensen denken. En we weten dat het vooral tijdens de remslaap is dat we dromen. Dus betekent dat dan dat dromen misschien helemaal niet zo belangrijk zijn? Sommige mensen dromen echter ook heel levendig in een niet-remslaap. Dat moeten we er ook wel bij zeggen. Vroeger begrepen we dat niet, hè? Want remslaap, iedereen associeert dat met dromen. En dat klopt, want er wordt veel gedroomd tijdens de remslaap. Maar je kunt dus ook dromen tijdens de niet-remslaap. Dus we weten niet goed hoe het precies zit, hoe belangrijk de dromen zijn voor onze gezondheid en die remslaap. Nog heel veel vraagtekens. En dan zijn er ook mensen die zeggen, ja, maar dat slapen van je hersenen, hè, als je nog wakker bent, is dat niet gewoon moe worden, indommelen of knikkenbollen? Maar dat is iets anders. Daar gaat het niet over. Want dat fenomeen, dat kennen we al lang, al 50 jaar, en dat kunnen we ook meten met EEG's. Het gaat echt over iets anders. Een voorbeeld. Het is 4 uur 's ochtends. Je bent moe, je komt misschien thuis van een feestje, hè, en je beslist toch om met de auto naar huis te rijden. Je denkt dat alles onder controle is, want je ogen zijn open, je bent wakker.
Maar niet per se. Want lokaal geven je hersenen, dus geven ze zich al over aan die trage hersengolven. En dat nog voordat je indommelt of inslaapt. Dus die trage hersengolven, ja, daar zijn je hersenen al echt mee bezig. Dus in principe ben je al een klein beetje aan het slapen. Wakker zijn, of niet wakker zijn, dat is niet iets zwart-wit. Er is, ja, dat is niet duidelijk afgebakend als we kijken naar de hersenactiviteit. Er bestaat een heel erg breed continuum tussen klaar wakker zijn en doodmoe zijn. Je kunt het een beetje vergelijken met het in elkaar vloeien van yin en yang. Het is echt absoluut niet zwart-wit. Zo zie je maar dat het belangrijk is om voldoende te slapen. Zeker voor tolken onder ons. Ook sporters zeggen dat trouwens soms. Hè, de wedstrijd win je in bed, de nacht ervoor. Dus mochten sommigen onder jullie bij deze uiteenzetting niet zo goed hebben gepresteerd, of bij mijn eerste uiteenzetting, dan komt dat misschien omdat jullie, zonder dat jullie het weten, al een klein beetje in slaap aan het vallen zijn. En nog voor ik afrond, misschien een kleine tip. Hè. Wat kun je daaraan doen? Ook iets dat ik toevallig op hetzelfde moment, terwijl ik hier onderzoek aan het voeren was, op internet vond. Een tip tegen slaperigheid dus. Mocht je geen koffie voorhanden hebben, want ik vermoed dat dat het eerste is waar je naar zult grijpen als je moe bent, hè, een kopje koffie. Iets dat ook zou kunnen helpen is minder eten, blijkbaar. Want minder eten, dat zou je alerter kunnen maken. Vasten heeft namelijk een soort effect op een bepaalde stof in je hersenen. Het is hier vaag, ik weet er het fijne niet van. Maar het zou wel het leergedrag stimuleren. En dat zou alles te maken hebben met een evolutionaire prikkel. Want als je honger hebt, dan moeten je hersenen harder werken om eten te kunnen vinden. Dus als jullie slaperig zijn in het vervolg, ja, misschien proberen iets minder te eten, kan een tip zijn. In elk geval, mochten jullie slaperig zijn tijdens mijn speeches hier, dan neem ik het jullie niet kwalijk. Bedankt voor de aandacht.